In de vorige aflevering. Hey, van de half vijf. Kijk eens. De taart is op. Ja, die is op. Real mensen, goedemorgen. Het is vandaag de laatste dag. We gaan zo weer even mensen uitzwaaien. Het is echt 8 uur of zo, nog niet eens. Dus kei vroeg. Maar ja, we moeten wel over hebben. Hè? Dus we gaan maar eens even helemaal naar Ocean toe. Want daar moeten we helemaal heen. Dus ik zou zeggen, let's go. Nou mensen, we lopen ondertussen al helemaal op Island. En het is echt kei goed weer al. Dus het lijkt misschien iets koud, maar het is... Nou denk ik iets van 18 graden of zo. En de zon die schijnt al volop. Maar ja, de lucht is helemaal blauw, dus dat is kei chill. Dus het wordt weer een mooie dag vandaag. En laten we nog maar even een stukje doorlopen, want we zijn er nog niet. Over een half uur vertrekken ze pas. Maar ja, je kan maar beter te vroeg zijn als te laat, zeg maar altijd. Nou, hij moet zijn voordeel nog even aandoen. Langzaamaan valt het groepje uit elkaar. Zul je altijd hebben op vakantie. Bijna altijd. Maar ja, wij gaan dus morgen weg. Maar we zijn nou nog met z'n drieën over. Dus dan blijft er nog één iemand alleen. Maar gelukkig gaat hij ook morgen weg. Ook vroeg. Dus ja. Oh jongens, we moeten helemaal omlopen. We lopen nou echt buiten het hotel. We zijn bij Marina afgegaan bij de hoofdingang. Dan moeten we helemaal om Village heen lopen. Om vervolgens bij Village weer erin te kunnen. Maar gelukkig is dat niet ver meer voor ons huisje. Gelukkig. Dus dat is wel chill. Maar we zijn er toch al bijna, dus maakt helemaal niks meer uit nou. We zitten bij het eten dus. Kijk, hey, weer ei, elke dag ei hier. Chill. We gaan weer lekker van de half pipe hier zo. Mooi of niet, Timo? Mooi. Eten jongens, altijd hè. Hier, we hebben nou dit, ja ik weet niet wat het is, een soort Mexicano of zo, weet ik veel. We zijn heel het eten van haar aan het vernachtelen. Ze is nou drinken aan het halen voor ons. Hey, zo meteen.
schuimparty. Alweer op het strand, schuimparty. Dat is vorige keer. Dus daar gaan we weer lekker heen. Zwembad, maar het begint daarachter in de bergen, begint het onweer een beetje en iedereen is hier echt al weg. We zijn echt bijna de enige nog. Er zitten daar nog wat mensen en even kijken, ja, daar is helemaal leeg, heel de overkant is al leeg en daar zitten nog twee mensen. En wij dan, maar ja, wij gaan er ook zo vandoor. Het is nou 5:10 of zo, zoiets. Dus gaan we even thuis even douchen en dan gaan we weer lekker avond eten, avond vieren. Kijken wat er vanavond allemaal weer te beleven valt. Dus ja, tot straks. Ja, denk ik DJ komen of zo. En we hebben hier echt iets van kip van de barbecue, jongens. Dat is zwaar goeie. We moesten echt een dik kwartier in de rij staan. Maar het is zeker waar. De ober komt zo naar mij toe. Zegt hij, my friend, een nieuw bier. Ik zeg zo, dat is goed. En dan gaat hij voor mij bier halen. Hey! Komt ie aan, hoor. Wat is dit? Thank you. Dankjewel. We gaan weer naar de bazaar. Kijken of we nog dingen kunnen kopen misschien. Want ik heb nog steeds slippers nodig eigenlijk. Maar ik denk dat ik dat gewoon ga opgeven. Want ze hebben hier niet van wat ik eigenlijk zoek. En ik heb ook nog een bodywarmer nodig. Maar daar hebben ze hier ook niet. Dus we kijken wel wat we kunnen kopen. Oh ja, ik moet nog een zonnebril voor een maatje van mij halen. We zijn helemaal klaar met shoppen. En we hebben echt twee tassen vol gewoon weer. En dat is gewoon mooi. We gaan nu naar Marien toe, want daar is onze vriendin. En die gaat morgen ook naar huis, wat ik al had gezegd. Dus dan gaan we even afscheid nemen, want die vertrekt 's ochtends echt kei vroeg. Echt om 6:00 of zo, dus daar gaan we niet op wachten. Tenminste, dan ben ik kei moe. Dus zij zei zelf ook van ja, doen we 's avonds wel afscheid nemen. Dus dan gaan we dat nou doen. Bye. Bye. Ze dachten, ze zagen alleen een marinebandje, dus ze moesten even controleren. Goede beveiliging hier, dat wel. We gaan dus gewoon chillen bij Marien nou. Is wat mooi. Daar zo is de muziek waar we eerst hadden gedaan. Ga even kijken. Oye, tu sabes, mami. Esto se pone cada vez mejor. Y la voz feo. Ah, bueno. Sabe que sí. Teardrops on the floor. The pain is on the field. Eten.
Nou jongens, we hebben afscheid genomen. Ah. Nu zijn wij nog met z'n tweeën over. Nee, grapje, want wij gaan morgen ook gewoon weg. Dus morgen hebben we weer een mooie muziekvideo. Met heel veel beelden. En lekker veel muziekjes. Als jullie dat leuk vinden, als je die niet leuk vindt, dan moet je hem ook lekker niet kijken. Moet je allemaal lekker zelf weten. Maar ik zou hem wel kijken, want het is kei grappig. Misschien gebeurt er nog iets. Er gebeurt altijd wel iets in de vlogs. Dus ja, moet het zelf maar lekker weten. Maar ik sluit bij deze de video af. Dus doe even een like, abonneer. En ja, tot de volgende aflevering. Wat er volgende week gebeurt. Nou jongens, we gaan boorden. Ja, ja.